voorbije jaren is de huizenmarkt flink op zijn kop gezet. Corona kwam en opeens wilde iedereen een woning met buitenruimte. Ook wie in of vlakbij de stad woonde. Nu, gelukkig kun je ook op een kleine ruimte heel wat realiseren. Zoals hier in deze kleine stadstuin in Brugge. Ja, Mark, deze woning dateert van de jaren 80 en biedt eigenlijk nog behoorlijk wat ruimte. Nieuwere percelen zijn een stuk kleiner en daar blijft dikwijls heel weinig ruimte voor de tuin over, hè? Ja, tegenwoordig zijn bouwpercelen op dit ogenblik niet groter meer dan 200 vierkante meter. En als er dan wel 40 vierkante meter rest voor de tuin, dan mogen we eigenlijk al blij zijn. Nu, hier is nog 90 vierkante meter. Een tuin ongeveer 7 meter breed en 12 of 13 meter lang. Maar in die oppervlakte zit al wel het bestaande terras. Ja? Ja, terras, dat blijft ook nu. Het ziet er nog heel goed uit en zo te zien kan het nog een leven lang mee, hè? Een tuinleven lang gegarandeerd. Hè. Ze hebben wel gevraagd ook om een bijkomend terrasje te hebben. Want dat terras dat ligt pal op het zuiden. Ja, en 's middags kan het daar dus wel vreselijk warm zijn. Er is eigenlijk ook een terrasje bijgecreëerd in de tuin. En ook wel een gesloten verhouding. Wat toch wel vreemd is, ja, in de nieuwe wijze waarop dat we tegenwoordig tuinen aanleggen. Maar dit wordt eigenlijk een avondterrasje. Hè, waar dat we daar mogelijk 's middags zitten te bakken in de zon. Kan je dan hier in de schaduw later van die steeneik komen zitten. Maar 's avonds vang je hier eigenlijk de avondzon, de westerzon. Dus vandaar gesloten, comfortabel terras. Maar alle water dat erop valt, kan in de beplanting weglopen. En voor het overige komen er nog stapstenen. Losliggende, ook wel weer betontegels. Maar alle zand-cementfundering moet hier nog tussen uitgeschraapt worden. En daar gaan nog tredplantjes in komen. Tredplantjes, het woord zegt het zelf. Het zijn laagblijvende plantjes waar je gewoon mag overlopen zonder dat je ze kapot maakt. Hè? Ja, je moet er natuurlijk wel niet elke dag uitbundig op gaan lopen, maar eens occasioneel overstappen is geen enkel probleem voor inderdaad al die laagblijvende plantjes. Dit is zo'n heel mooi voorbeeld, de Sargina subulata of vetmuur. Het is een plantje dat eigenlijk gerust als alternatief voor mos door het leven zou kunnen gaan. Hè? Ja? En ook wel heel boeiend en heel mooi is dit, ja, een breukkruid. En je ziet, het staat nu eigenlijk... Het staat al mooi in bloei. En hoger dan 5 centimeter wordt het niet. En bloeien doet het niet te uitbundig. Maar zo in mei, juni komen daar dus, ja, die toch wel prettige witte bloempjes bij. En onovertroffen als tredplant is natuurlijk ook nog altijd wel de kruiptijm. Hè? Ja, en tijm ken je natuurlijk als culinair en ook aromatisch kruid. Dus telkens dat je hier je voet opzet en wat blaadjes kneust, ja, dan krijg je eigenlijk een heerlijke mediterrane geur in de tuin. Ja, een gemeenschappelijk kenmerk van al deze tredplantjes is dat ze effectief laag blijven. Dat ze eigenlijk hun takjes tegen de grond duwen, maar ook een beetje elastisch zijn. Dus als je daar op trapt of op duwt, dan rekken die stengeltjes zich wel terug naar boven. En breek er toch eens eentje af, want er zitten altijd zoveel knopjes klaar dat er altijd wel een nieuw takje tevoorschijn komt. Ja, het voordeel van die combinatie stenen en tredplantjes is wel dat je op heel veel plaatsen in de tuin kan rondlopen, hè? Zonder meer. En natuurlijk ook het grote klimaatvoordeel. We noemden daarnet al, water kan eigenlijk tussen alle tegels de grond in. Maar eigenlijk ook, ja, zoveel te meer groen, zoveel te minder stenen in de tuin, zoveel te minder dat er ook warmte gebufferd wordt. Want ja, stenen die accumuleren overdag de zonnewarmte. En op hete zomerdagen kan dat wel extreem zijn. En die geven die warmte ook 's nachts terug af. En daardoor versterken we eigenlijk het hitte-eiland-effect. Niet alleen in de stad, maar ook in eigen tuin, zodat het er toch wel echt veel te heet kan worden. En vandaar dus liever veel groen. En Sébastien de Kok, die hier het ontwerp heeft gemaakt en nu ook samen met zijn vader de tuin aanlegt, wel, die is daarom gegaan echt voor een uitbundigheid aan beplanting in deze tuin, op alle mogelijke plaatsen. En dat eigenlijk in een, ik zou maar zeggen, oosters mediterrane sfeer.
Dit wordt het echte sfeerterras, heb je gezegd. Dat betekent natuurlijk dat er met planten hier nog extra wat wordt aangevuld. En nog een waterelement ook, dat staat er al. Ja, maar laten we beginnen met de planten. Hè. Er is al die wingerd die hier bewaard is geworden. En die natuurlijk de kans krijgt om de hele muur te begroeien. Maar je gaat ook gezelschap krijgen van blauwe regen. Met schitterende bloemen natuurlijk in de maand mei. Ja, en voor de rest lage, middelhoge en hoge planten. Dit wordt al sfeer. Maar met water erbij, een waterbassin. Mm-hmm. Een waterbassin waar dan nog een borrelelement moet inkomen. En natuurlijk ook heel erg belangrijk is als koelend element, toch wel op warme zomerdagen. En later hier in dit hoekje dat nog moet afgewerkt worden, ook weer met stapstenen. Daar komt nog een vuurschaal te staan voor de late en de gezellige avonden. Ja, en zowel vuurschaal als waterbassin zijn in Kortenstaal. Ja, en het ziet er nu eigenlijk nog nieuw uit, maar je weet, Kortenstaal, dat gaat heel mooi roestbruin verkleuren en gaat daarmee perfect op in het plantengeheel. Kortenstaal. We zullen het de komende weken nog vaak tegenkomen. Sébastien, die weet waarom. In tegenstelling tot aluminium gebruik ik veel liever Kortenstaal omdat dat heel mooi samengaat met groen. Het kleur is zo donkerbruin, rood, roestachtig, waardoor dat eigenlijk mooi matcht met groen. Er zit veel beweging in. Het is als het ware bijna een natuurlijk element. En je kan er heel veel toepassingen mee gebruiken, zoals een vuurschaal en in dit geval een vijver. Maar het is wel belangrijk bij een vijver dat de binnenkant mooi bekleed is, zodat het roest niet afgaat aan het water. Niks dan lof dus voor Kortenstaal. En dit is vast niet de laatste tuinman in dit programma die dat roestige materiaal zal ophemelen. Maar ondertussen is Mark al helemaal weg van het kampvuurhoekje. Waar we nu staan, Mark, dat is waar het kampvuurhoekje zal komen. Mooi afgeschermd door een hele lading bamboe. Hè? Het gaat eigenlijk al voor een tropische sfeer, een vakantiesfeer tot en met. Nu, Sébastien zou denk ik normaalerwijs geen bamboe hebben geplant, maar er stond al bamboe. En heeft hij dan aangevuld met nieuwe bamboe, reuze bamboe, Philostachys aurea, gouden bamboe wordt hij ook wel genoemd. Mm-hmm. En nu ziet hij er nog klein uit ten opzichte van die reus die er al stond. Maar ook deze reuze bamboe wordt 4 meter hoog. Hè, en gaat daarmee echt ook wel voor een mooi verticaal scherm dat gezien vanuit de woning de tuin eigenlijk nog wel wat meer eindeloos laat lijken, al is hij maar 90 vierkante meter groot. Nu is er natuurlijk wel één probleem met veel bamboe, die woekert. Hè? Ja, en de Philostachys aurea is zo'n woekerende soort. Hè. Dus eens dat je die hebt geplant in de tuin, dan willen zijn wortels altijd maar verder en verder. Maar Sébastien heeft hem hier wel degelijk ingeperkt. En je ziet hier nu nog die zwarte boord. Het is eigenlijk een wortelscherm waar zelfs de scherpste wortels niet door kunnen. Binnenin mogen ze doen wat ze willen, krijgen ze alle vrijheid. En hopelijk groeien ze daar echt ook heel weelderig. Want de scheuten van deze reuzenbamboe zijn eetbaar. Dus misschien wordt dat wel daar een mini bamboe moestuintje. Ja, met een hapje bij het kampvuur. Eetbare scheuten. Meer is er niet nodig om onze belangstelling in deze planten nog aan te wakkeren. Wij dus op expeditie naar de plaats waar bamboe welig tiert. Het exotische Sint Martenslatum. Dit zijn de toontuinen van Bamboeberg, het levenswerk van bamboefreak Erik van den Berg. Tijgers ontbreken, maar verder ga je hier toch al snel in de Aziatische junglewanen. Weliswaar met een Oost-Vlaamse gids die ons maar al te graag met zijn weetjes overlaat. Erik, je werkt ondertussen meer dan 35 jaar met bamboe. Je hebt meer dan 100 soorten. Bamboe, daar heb je allerlei mogelijkheden mee. Hè? Zowel qua formaat als qua aanplanting. Hè? Ja, het is een vrij uitgebreid gamma. Van reuzen die tot 13, 14 meter kunnen gaan in ons klimaat, tot en met bodembedekkers van 50, 60 centimeter. Het zijn geen subtropische, nog tropische planten die hier aanwezig zijn. Het zijn dus echt planten die geselecteerd zijn voor onze contrein en bij gevolg een heel betrouwbaar gebeuren zijn om tuinen absolute meerwaardes te genereren.
Ja, je noemt daar bamboe als bodembedekker. Is dat daar een gemakkelijke plant voor? Ja, bamboe is een zeer gemakkelijke plant als bodembedekker. Na je aanplanting een mulchlaag tussen de plantjes leggen om onkruidwerende laag. En dan volstaat het in feite met één snoeibeurt op jaarbasis. Na de winter de zetmaaier bijvoorbeeld of de grasmaaier gewoon op de hoogste stand afmaaien. De nuitworp laten liggen als mulchlaag. Mm-hmm. En dan in de lente genieten van een fris nieuw tapijt. Een verhaal dat algemeen bekend is, dat is bamboe dat kan enorm groeien op korte tijd. Dat klopt ook? Ja, dat klopt. De grootste waarden hier bij ons gemeten zijn 72 centimeter op één dag. Nu, dat is gigantisch als je dat gaat gaan becijferen. Dat is een centimeter per 20 minuten. Maar dat is enkel van toepassing op een type bamboe die natuurlijk volwassen is. Waarbij dat de motor bij wijze van spreken op volle toeren draait. Mm. En je moet dan ook nog goede condities hebben. Dus er moet eten en drinken aanwezig zijn. Maar als je dat type van reuze bamboe hebt, kun je daar ongelooflijke waardes gaan halen. Ook in diameter gaan wij tot 10 centimeter in diameter in onze streken. En hoe lang blijven die bamboes groeien op die manier? Bamboe kent een heel korte groeiperiode. Eigenlijk is het een groeipiek. Dus als de temperatuur in de lente naar boven gaat, worden de nieuwe scheuten geactiveerd. En dan krijg je in een tijdspanne van 6 tot 8 weken de volledige uitgroei van de stengel in kwestie. Dus de scheut die stengel wordt. Nu, alles bij elkaar. Eens die bamboe in de grond staat, heb je er eigenlijk weinig werk mee. Ja, dat klopt. Als je de nodige voorzorgsmaatregelen genomen hebt met betrekking tot woekeren, nieuwwoekeren, heb je daar finaal geen omzien naar. Het is op zich een zeer onderhoudsvriendelijke plant, waar dat er eigenlijk geen absolute zware zorgen voor nodig zijn. Tot op heden vrij van ziektes, dus dat is ook leuk meegenomen. Dus finaal sterke plant. Om van te genieten. Zeker en vast. Over genieten gesproken. De scheuten hebben we dan wel niet geproefd, maar Erik heeft ons in elk geval wel overtuigd van zijn kweeksels. Benieuwd wat voor lekkere en speciale planten in de volgende tuin een plek hebben gekregen. We komen van een klein, typisch stadstuintje. En we zijn nu in Moorslede, een heel landelijke gemeente. Maar Mark, dat wil niet zeggen dat de tuin hier zoveel ruimer is. Integendeel, nauwelijks 100 vierkante meter, maar wel heel mooi uitgewerkt. Ja, moet er nog bijgevoegd worden dat de tuin een heel bizarre vorm heeft. Hè? Eigenlijk is er een stukje uitgehapt voor de woning en een koertje van de buren. Aan deze kant loopt de tuinmuur echt schuin naar achter, want er ligt hier een straat achter, mm-hmm, naar wat achterliggende woningen. En dan is er, typisch Vlaams, ja, altijd wat bijgebouwd. Ik durf niet koterij noemen, want daar is het gebouwtje ook te mooi voor. Maar eigenlijk schot er voor de tuin, zeker hier direct achter de woning, vrij weinig over. Dit is maar een klein koertje. Hè? Ja. Een klein koertje, maar waar wel heel mooi met de planten gewerkt is. Hè? Ja, de tuinaannemer kon het niet breder maken, maar wel gezellig maken. En verder dat hij zowel links als rechts schermbomen heeft voorzien uit zijn veldersdorens, die al vroeg in het voorjaar mooi fris groen in blad komen. En in het najaar, voordat ze een blad laten vallen, nog uitpakken met een schitterende goudgele herfstkleur. Ja, en kijk hier onderin, dan ook nog schitterende planten die echt een boord vormen. Lukt hem op tegen de muur. Aan de andere kant potterie. Allemaal mooi geschikt. Ja, en ook nog, kijk eens naar een controversa, Cornus controversa, die echt als parasol hier nog moet overgroeien en ook moet zorgen voor schaduw in de veranda, want daar kan het nu wel eens te warm worden. Ja, Mark, we zijn maar een paar meter verder, maar we staan al wel bij het tweede terras. En een terras echt in vakantiesfeer. Hè? Ja, waar het terras bij de woning gaat voor, mag ik zeggen, functionaliteit. Hier domineert echt wel vakantiesfeer. Hè? En vandaar lounge-stoelen waar je niet in zit, maar eerder in ligt. En om dat vakantiegevoel nog te versterken, is dit terras niet op steen gelegd, maar op hout. Ja, en ook leuk is daar die tuinhaard, hè? Waarbij dankbaar gebruik gemaakt is van een heel oude schoorsteen.
Ja, wellicht is dat bijgebouwtje vroeger wel het washuis geweest, hè, waar dat moeder of grootmoeder nog met hout het waswater moest verwarmen, hè, en er dan geschrobd en gedaan werd. Maar de tuinaannemer heeft die haard eigenlijk naar buiten gebracht, mm-hmm, en daar dan deze tuinhaard van gemaakt. Ja, het is eigenlijk ineens een ideale barbecue, hè. Nu, de blik van het hier is natuurlijk wel die kortenstaalbak met water, met visjes en met mooie planten. Maar vooral ook met hoorbaar water, hè, want hoorbaar water, het brengt hier door dat klateren, brengt het eigenlijk ook koelte op dit lounge-terras. En bovendien drukt het, als er dan geluiden in de buurt zijn, drukt het die toch wel wat naar de achtergrond. Ja, het is wel een kleine tuin, maar de bak op zich heeft wel behoorlijk wat ruimte, wat volume, zodanig dat de vissen daar goed in kunnen vertoeven, hè. Ja, er kunnen visjes in zitten, dat brengt altijd leven in de tuin. En je moet eens zien hoe helder het water is, zonder dat er eigenlijk een filterinstallatie bij te pas komt. Want ja, er zijn waterplanten, zuurstofplanten en eigenlijk ook die waterlelie die het water voortdurend zuiveren. Ja, en die waterlelie gaat natuurlijk nog voor extra bekoorlijkheid met die ja, prachtig witte bloemen. Ik zei de blikvanger. Eigenlijk, we staan ook onder een blikvanger. Hè. Die Rus die heeft een prachtige structuur in feite. Ja, het is echt een oud exemplaar. Heel wel bewust ook bewaard gebleven door de tuinaannemer. En het is een echt oud exemplaar. Want eigenlijk kan de plant al niet meer echt op eigen stam en takken staan. En vandaar dat Sébastien, de tuinaannemer, hem een steuntjes heeft gegeven. Heeft hem eigenlijk krukken gegeven, zodat hij toch nog lang kan meegaan. Maar hij heeft eigenlijk ook al gedacht aan een opvolging. En zo staat hier dus al die gleditia of Christusdoorn die als een groene wolk boven het terras en ook boven de waterpartijen zal groeien. Het is wel opvallend, Mark, dat op zo'n beperkte ruimte toch zoveel speciale planten te vinden zijn. Hè? Ja, en als we het nog alleen maar over de Zuiderse planten hebben, dan kan ik hier eigenlijk beginnen met de vijg, die ondertussen goed gekend is natuurlijk en ook meer en meer wordt aangeplant. Maar minder gekend is zonder meer toch ook wel die Fatsia, Fatsia japonica. Is eigenlijk een enorme bladplant. Hè. In meer Zuiderse gebieden kan die tot 4 en 5 meter hoog worden. Hier in onze tuin hoort ze op ongeveer een 2 meter en bloeit ze in de zomer met roomwitte trossen. En nog een bijzonder plantje is daar rond de waterbak, dat is de mirte. Het is een plantje eigenlijk voornamelijk uit Italië. Je mag het zelfs benoemen als ja, een vervanger van buxus, maar met als extra meenemer dat plantje binnenkort mooie witte bloempjes gaat vormen die ook nog heerlijk geuren. En als je een beetje geduld hebt en er komen besjes aan, dan kan je er ook nog wel een liqueur van maken. Dat doen ze in Sardinië met die plant. En daarnaast, en dat moet je straks zeker ook proeven, de hot lips, hè, een Sali hot lips, die je eigenlijk ook, ja, niet alleen, ze zijn lekker om zo te eten, maar je kan er ook een sla mee decoreren. Nu, alles bij elkaar, Mark, is dit ook een lekkere tuin. Hè? Je kunt zelfs van de bomen eten. Ja, zeker van dit boompje, het krentenboompje of amelanchier. Hè. Je moet eens proeven. En eigenlijk, zoveel te donkerder het besje is, zoveel te beter de besjes smaken, zoveel te zoeter dat ze zijn. Ja. Nu, ik hoop dat de vogels ons pardoneren dat jij daar nu zit van mee te smikkelen. Maar we zullen dat zeker wel doen, want er staan in deze tuin zoveel planten die toch wel en besjes en vruchten geven. En ook nestgelegenheid geven. Mm-hmm. Dus dit is echt wel een gastvrije tuin. En niet alleen voor vogels, hè, want kijk eens achteraan. Onder het tuinpoortje is een opening gelaten, zodat poezen uit de buurt hier ook in de tuin kunnen. Ja, en ook egels binnen en buiten kunnen wandelen. Ja, en als je naar het gazon kijkt, er is ook aan de kleine beestjes gedacht, de bijen bijvoorbeeld. Het is niet alleen gras, het is gecombineerd met klaver. Veel bloemetjes dus. Ja, en dat is geen onkruid. Het is wel bewust gezaaid geworden door de tuinaannemer. En met een reden. En de bijtjes en alle nectaretende insecten is daar maar één gedeelte van. Want klaver in het gazon heeft toch wel een heel groot voordeel. Het houdt eigenlijk het gras gezond zonder dat je extra moet bemesten. Klaver is namelijk in staat om stikstof uit de lucht op te nemen, brengt dat in de grond, waar het dan opnieuw door graswortels kan opgenomen worden, zodat het gras mooi groen en gezond kan groeien. Maar tegelijk, klaver kan veel beter tegen droogte dan gras. Dus zelfs tijdens een extreem lange droogteperiode gaat de klaver groen blijven, terwijl het gras wellicht geel verkleurt. Dus zelfs in een extreme zomer is dit grasveldje nog altijd groen.
volgende keer ruilen we West-Vlaanderen voor de Kempen. Bestaande tuinen worden er grondig aangepakt en krijgen een meer natuurlijk tintje. En niet alleen de kippen zijn daar gelukkig mee.